Aloha, kom je mij tegen? Is geen toeval, is een teken. Dus wacht even, wellicht heb ik iets te melden waar je wat aan hebt voor deze week. Yes, en voor de vaste kijkers, vandaag ga ik er meer over vertellen waarom ik aan het haperen ben de laatste 4-5 maanden. Omdat het veel is gebeurd. Maar we gaan eerst naar de promo. Like, abonneer, praat erover, stuur hem door. En kijk op mijn webshop, daar heb ik leuke verhalen over mijn leven en waarom ik dit doe. En daarnaast heb ik ook een webshop. Ik heb nieuwe zeepjes. Heerlijk, heerlijk. Allemaal het kleur geel. Morgen ga ik nog steeds een nieuwe producten plaatsen, omdat het me nog niet is gelukt. Wegens drukte en andere dingen. En doneer als je het mooi vindt. Hè. Hieronder zit ook een linkje. Dat zou ik ook heel mooi vinden. Dus ook uitwisseling van energie. Nou, en oh ja, heb ik al verteld. En een reading kun je altijd aanvragen. Verschillende social media kanalen. Goed, de laatste 4-5 maanden kom ik steeds minder. Omdat ik aan het haperen ben. Omdat ik een les moest leren naar Mana Talks. Ik ben zo een blije kippie, zeg ik maar. Mijn enthousiasme kan soms een bitch zijn. Al is enthousiasme eigenlijk gevuld zijn van God. Niet iedereen begrijpt het, niet iedereen ziet het en niet iedereen kan het omarmen. Dus de afgelopen tijd moest ik de les leren vanuit het donker afgunst. Ik wilde het niet geloven dat dat mij mocht overkomen. Nou, het is me overkomen, want ik geloof dat ik hoger mag gaan reizen. Om hoger te mogen reizen mag je ook een trapje op. Ook in bepaalde dingen in het donker. De triggers, de oude trauma's, de omgeving, hoe je gezien wordt. En hoe het ook verzonnen wordt en wordt ingevuld. Terwijl ik toch vanuit mijn hart en met de intentie hier zit om de meeste mensen te helpen te reizen hier op aarde. Mag je ook leraren uit het donker komen. Sommigen hebben het ook nog ineens door dat ze dat doen. Want het is misschien normaal voor degene of voor degene. Hè? Ik ben niemand aan het beschuldigen hier. Ik ben alleen maar aan het aangeven dat niemand is schuldig. Hè? Dan zijn ze nog niet daar. Dan zijn ze nog niet bewust. Dus ik wil er meer over vertellen. Dat ik de les van afgunst mocht leren, mocht aankijken, meewerken en het ook verbannen uit mijn leven. Dus de laatste paar maanden is dat dus aan de hand. En ik geloof, als je naar mij kijkt, ben jij de andere ik. Dus ik ga ervan uit dat de meeste van jullie die ook hebben gekeken, hebben de les in afgunst moeten leren. Sommigen misschien in jaloezie en sommigen moesten echt nog bepaalde blokkades en trauma's nog even opnieuw kijken en opruimen. Hè. Dat waren allemaal herhalingen en oefeningen, vooral voor de mensen die een droom hebben. Maar dat zijn de mensen die naar kijken, die het ook heel graag willen. Maar alles wat te is, is niet van God en misschien moesten we daar met z'n allen tegenaan lopen. En ook, naïef ben ik niet, maar goed gelovig. Hè? Goed gelovig. Niet van uitgaan dat het mij mag overkomen. Dat ik letterlijk in het donker ben gezet. Ja, ik kan het niet anders vertalen. Heb je het ook ervaren de afgelopen maanden? Want ik hoor het hier en daar. Ik heb natuurlijk ook mensen in mijn omgeving waar ik veel mee praat. Ik krijg ook coaching natuurlijk. En ik vind het heel mooi om te zien, vooral naar de transities van vandaag, dat we de gelegenheid, ik noem het maar een gelegenheid, om in te zien wat nog opgeruimd moet worden voordat we hoger mogen gaan trillen. Want ik wens niemand, dat je daar staat en dat je dan pas de les afgunst moet leren en dat je dan wil stoppen en nooit meer verder wil gaan en omdat je zo teleurgesteld bent of verdrietig. Nou, laten we afspreken dat we haters tegen zullen komen. En zoals een goede vriend van mij dat altijd mooi aan mij ging proberen uit te leggen. Van mijne, als ze beginnen te haten, dan word je juist gezien. En dat heb ik geprobeerd ontarmen. Maar als mensen letterlijk jou in het donker willen zetten, omdat ze je niet willen zien groeien, het is best wel heftig, moeilijk. Ik zat vol ongeloof eigenlijk. Ik zat vol ongeloof. Plus de rouw waar ik in zit, plus de gebeurtenissen om je heen, plus je eigen zaken, je onderneming proberen dat steeds mooier en groter te maken. Dat sommige mensen het ons misgunnen. Ik zeg altijd tegen mensen, mensen gunnen ons alles zolang we het niet hebben. Dus neem deze wijsheden mee
En wat ik achterkwam, hè, na zoveel maanden geprobeerd te schoonmaken en in te zien en te begrijpen. De enige wat ik je mee kan geven is de realiteit omarmen. Het gebeurt. Het is gebeurd en het gaat hoe het gaat. Blijkbaar had ik het ook nodig om in te zien dat het een blinde vlek is. Dat mensen dat hebben. En als dat een groep is, ja, dan komt het harder binnen. En als je niet voorzichtig bent, dan tast het je, dan raakt het je ook aan. Ik weet, ik ben veilig, beschermd door engelen, mijn voorouders, mijn overledene dierbaren. Maar als je nog bepaalde gaten in je aura hebt, die je dan echt moet gaan opruimen door te vullen door liefde. Want je moet dan de kracht van liefde opnieuw gaan ontmoeten en dieper. En al die gaten in je aura wat mensen dus spugen wanneer je wegloopt of dolken in je rug douwen. Dat heeft tijd nodig. Dus vandaar dat ik zo nu en dan even niet kan, want dan voel ik het en dan moet ik mezelf beschermen. Dan moet ik even terug om in te zien waarom het gebeurt en hoe je verder kan. Dus omarm de realiteit. Weet dat je veilig bent. Tijdens mijn gebed hoorde ik letterlijk van ik ben veilig en heilig. Ja, misschien klinkt het zo, maar het is, ik hou van quoten en rijmen. Dus dat is wel heel leuk om dat dan te horen van de engelen en van de overledenen. En vooral mijn zalige zus zou me nooit in de steek laten. Want het voelde soms zo. Want er komt zoveel donker omhoog. En eigenlijk, zoals ik zei, ik was heel verdrietig. En verdriet houdt je tegen. Het zet je even stil. Even van, zoals ik zei, ongeloof en verdrietig erom. Want de intentie is liefde. De intentie is het anderen verder helpen. Want mij is toen, ook toen de tijd, heel veel geholpen door mensen die van je houden. Om hoger te mogen reizen. Maar ik was compleet vergeten dat anderen er zijn. Hè, die in het donker staan. Die nog geen begrip hebben. Die daar nog niet zijn. Die ook er niet bewust van zijn. Hoe hard je werkt om iets te bereiken. Dat ze je laten struikelen. Dus ik moest even rollen. En daarna heb ik een ratslag gedaan. En langzaam ben ik aan het opstaan. Om ook hier steeds te blijven staan. En ook zo. Als je even er niet bent. Dan merkte ik ook dat sommige mensen zich terugtrekken. Dat bedoel ik in abonnees. Dat ze dan denken. Oh, ik zie haar niet. Dan komt het wel goed. Denk er ook aan. Weet je wel. Soms heb je ook energie nodig. Uitwisselingen, zodat je ook in je kracht mag blijven. Weet je wel, als mensen even niet aan toekomen of er niet zijn, dat mensen dan het ook je niet, ja, verlaten is een groot woord, maar de onbegrip was ook bijzonder voor mij. Hè? Dat ik dacht, oh, ja, ik voel me niet zo lekker en dan laten ze je even. Dus dat wilde ik toch nog even benoemen. Van neem me niet kwalijk, het is niet dat ik nooit meer kom, maar ook het weglopen, denk ik, oké. Goed, dat waren allemaal de lessen. Dus ik heb het nu gezegd en benoemd. En ik hoop dat ik in de toekomst of vanaf deze weken of ik geloof de maand 7. Hè, want maand 5 is alleen maar jezelf bevrijden. Maand 6 is jezelf herinneren wie je in werkelijkheid bent. Zo zie ik het. Want hè, de zonnewende komt eraan. En in de maand 7 is het cijfer van God. Dan komt het goddelijke winnen naar boven. Maar vanuit januari, na de zesde maand, was alleen maar zuiveren. Vooral vanuit februari, het was alleen maar zuiveren, zuiveren, zuiveren. En je eigen lagen, je eigen donker die je moet omarmen. Want het donker is heilig, blijf ik zeggen. Maar als mensen zich gaan meebemoeien in je aura, dan wordt het wat zwaarder. Dat is het gewoon meer. Yes? Nou, ik wens je rust als je hetzelfde hebt meegemaakt als mij. Mijn zeepjes hier onder de webshop wast dat allemaal af. Dus dat zeg ik, zodra ik iets meemaak, dan ga ik ook producten zoeken en kruiden zoeken die dan de aura en de geest en de lichaam kunnen verzuiveren en schoonmaken. Dus kijk even in mijn webshop. Misschien wellicht heb je het ook meegemaakt dat iets jou overkomt, dat je je ineens zo raar voelt, zo gek en je hebt het helemaal niet door. En het heeft allemaal te maken met de lagere energieën die naar je toe worden gespuugd, zeg ik maar letterlijk. Die je dan even struikelen of die jou tegenhouden, omdat ze niet begrip hebben of het niet zien dat jij een droom hebt en dat je dan verder moet. En mensen die een droom hebben, onderweg kwets je elkaar. Hè, dat vergeten mensen. Onderweg met je droom zou je altijd een persoon kwetsen en andersom. Dat ze jou dan kwetsen, omdat ze niet goed kunnen zien wat jouw droom is. Yes, dus onthoud het. Ze gunnen je alles,
zolang je het niet hebt. Dus onderweg in je reis, in je onderneming, in je zaken doen. En vooral als je dat helemaal vanuit liefde doet. Ik zeg altijd, voor mij is het een roeping. Dan komt het ook goed. Alleen maar, er zijn tijden van stilstaan om te cleansen, om te kijken, om op te ruimen. En dan sta je weer op. Het is gaan komen, het is een dansje. Hè? Dat hebben we vaker hier afgesproken. Goed, dat was mijn verhaal. En vandaag is Venus en Mercurius naar Kreeft. Ik vind dat een hele mooie transitie. Want deze transitie gaat over je liefdestaal en ook je communicatiestijl. De manier waarop jij met anderen communiceert. En vergeet niet, Kreeft is eigenlijk het sterrenbeeld van langdurige relaties. Onvoorwaardelijk liefde, zo de zegenwagen. Stukje van de maan. Dus ook allemaal emoties en illusies die je allemaal uit moet halen zodat je thuis kan komen. Hè? Want de kreeft is ook het sterrenbeeld van thuiskomen van het huis, van de familiebanden. Je kent het wel. En Mercurius is de communicatieplaneet die dan nu in kreeft is. Dus dan moet gesproken worden. Moet niet. Je moet het willen, hè? Want ik moet voorzichtig zijn met mijn woorden. Je moet het willen om vanuit liefde met een andere te communiceren. When you have no love, even terug wat ik dan heb gedaan. Dat ik even niet kon begrijpen, dat ik even het niet kon vinden. Ga maar even terug, want het lot staat vast. Als dat jouw lot is om hoger te reizen of jouw onderneming neer te zetten. Of moeder te worden of te trouwen of een huis te kopen. Het gaat je lukken. Alleen maar je moet eerst alles eruit halen, weghalen om daar te staan. Nou, hier is Venus en Mercurius om je ons te helpen met onze liefdestaal. Je hebt een heel mooi boek erover. Als je dat niet zo goed begrijpt. Het heet ook de vijf liefdestalen. Zodat je jezelf beter leert kennen. Vooral nu dat de kreeftseizoen aankomt. Is het heel belangrijk. Zodat je thuis mag komen. Dus Venus en Mercurius helpen jou. Richting je prioriteiten gaan. Gewoon dat je dan daarop focust. Dat je gewoon je prioriteiten hebt en dat je dieper met elkaar mag verbinden, de juiste mensen. Want de afgelopen 6 maanden heb je ook gezien waar je niet moet zijn, met wie je moet zijn en hoe je het niet meer doet. Want het gaat altijd om afleren, zodat je met de juiste mensen of met de mensen mag zijn waar je ontzettend veel van houdt. En hartverbinding met jou heeft, die jou een advies geeft vanuit het hart en die jou goed wil zien. En anderen die dan de reis is af, is op, is goed. Vergeven, ook heel belangrijk, maar vooral jezelf vergeven dat je bepaalde dingen niet wilde inzien, net als bij mij, dat ongeloof. En vergeef ook de anderen als ze daar nog niet bewust van zijn of daar niet zijn. Of een hele andere gedachtentrein, noem ik maar, over jou hebben. Omdat ze nog in het donker staan of nog heel veel illusies hebben of nog in 3D zich bevinden. Het is zo. Dus zoek de mensen op waar je ontzettend veel van houdt en vertel ook je waarheid. Niet de helft, niet verbergen, niet alles. Want dan begrijpen mensen ook minder. En dan krijg je die energiebotsingen. Dus probeer heel open en eerlijk over te zijn als je met iemand wil praten in liefde. En oefen op de juiste woorden. Maar concentreer je vooral op de prioriteit van je droom. Wie heb je nodig, waar, wanneer en alles. Dat is allemaal belangrijk. Ja? Donderdag, hè, dat was vandaag, de zon, de Venus en Mercurius naar Kreeft. Donderdag gaat de zon naar Kreeft. Dan zitten we echt, echt in de kreeftenseizoen. De mama, de relaties, thuiskomen, plus de langste dag van het jaar. Dus ik hoop dat je op de zonnewende heel leuk vindt om een, hoe noem je dat, een zonnegroet te doen. Om met vader zon en moeder aarde en jezelf dan in het midden te zetten, in het hier en nu en opnieuw te beginnen, want dat is krachtig. Om naar je situatie te kijken van het is gebeurd, je vergeeft iedereen die het nodig heeft en jezelf en je begint opnieuw. Want we doen het allemaal bij elkaar, niemand is schuldig, iedereen denkt dat je dat denkt, want dat denken, op het moment pas dat mensen gaan voelen, dan zijn we er. Dus blijf zelf voelen, ondanks je de hoofdmensen tegenkomt, vooral op je werk. Dat is vooral die Venus en Mercurius. Dat is ook vooral in je privé- en werksfeer. Dat mensen misschien uit balans zijn. Of jij raakt soms uit balans. Want we hebben nog de hormonale dagen, de vrouwen. De mannen worden moe wakker. Want ik ben ook moe van het moe zijn. Want we zijn heel erg
moe van al de situaties. Dat maakt je moe en het moet allemaal transformeren binnen jou. En dat geeft meestal een vermoeiende effect. Nou, rust uit. Pak je rust. Ga niet als je nee hoort dat je niet daar moet zijn. Al zijn we fantastische vrienden, maar als eentje uit balans is, dan kan jij geraakt worden en je kent het wel. Als je dan toch bent geweest, dan is het nog een les, dan nog een oefening. En wees heel dankbaar. Het is heel mooi. Dus, zon in kreeft. Zonnewende, langste dag van het jaar, begin van de zomer. Heel mooi om te gaan zitten en dingen op te schrijven en doelen op te stellen van hoe wil jij eruit zien na de zomer? Hoe zou jij je leven willen inrichten na de zomer? Wie wil je precies zijn? Ik zeg altijd, ik ben liefde. En de rest valt zich uit. Dus ga eens even zitten en check hoe je jezelf wil zien eind van de zomer. Bij wie wil je zijn? Wat moet je nog transformeren? Wat is de triggers die je nog raken? Ruim allemaal op door te lezen of door in gesprek te gaan. Maar doe die doelen opstellen in je journal, in je diary. Schrijf het desnoods op je muren, op je board, whiteboard, voor de deur. Als je maar wat schrijft, zodat het echt wordt. De moment dat jij je intentie op papier zet, dan wordt het echter. Want voor mij dan is het echt een zaadje planten. Maar hou er rekening mee, net als bij mij. Ik had een intentie geplaatst, dus dan betekent dat ook nog heel veel donker uitkomt. En je wordt daar dan soms in geholpen. Niet door leraren uit het licht, maar door de leraren uit het donker. Want die mogen er zijn, hè? Die mogen er zijn, die komen alleen maar jou in het licht zetten. Yes, alleen maar het voelt. En daarna kom je weer terug, gewoon back again. Niks aan de hand. Vergeet niet je doelen op te schrijven en ook wat je wil bereiken. Ook heel belangrijk. Is het zaterdag? Ja, zaterdag. Dan hebben we weer volle maan in steenbok. Zon in kreeft. Ik hou daarvan, want dat is dan de mama, de kreeft. De steenbok is de papa. En die gaan dan op één dag daar zo staan. Op de 22e, want 2-2 is mijn magische getal. En dan wens ik je dat je naar het midden, dat je centraal kan gaan staan. Dat je een rondje hebt gedraaid om te kijken. Zo'n soort van een dansje van dat niet, jij niet. Dat kan niet, dat wil ik niet. Dus alles wat je niet wilt, kijk daarnaar. Want willen is heel makkelijk, maar wat wil je niet? En het is heel belangrijk dat je deze met deze volle maan gaat doen. En denk vooral aan de familiebanden. Want daar gaat het vooral deze volle maan om. En je werk en privé in balans brengen. Die andere transities helpen je mee. Elke dag om de 2-3 dagen gaat de man naar een andere sterrenbeeld. Daarom voel je ook elke keer anders. Maar het is allemaal voor better days om te willen transformeren. Om hier te willen zijn ook. Hè? Want heel veel mensen willen ook niet meer hier op aarde zijn. Je moet het ook willen. Blijf het zeggen. Het moment dat je iets wilt, dan komt die wilskracht. En dan zet je je focus, weet je nog, de paard met de kleppen. En je gaat. En wanneer je merkt dat jaloezie, afgunst, dan zie je struikelen. Dat mensen in je donker, dat ze over je gaan roddelen. Dat dingen worden verzonnen. Blijf op jouw verlichte pad. Want God kijkt. Als God jou heeft geroepen om een bepaalde doel of een bepaalde iets neer te zetten. Van schrijven van een boek, tot schilderijen, tot fotograferen, tot coaching, tot tegels bekleuren. Je weet wel wat ik bedoel. Ieder van ons heeft een roeping. En als je daarop focust, dan valt de rest allemaal weg. Dus dan ben je alleen maar een ervaring rijker. Dat heb ik nu. Van oh, die afgunst is een serieuze zaak. En dan ben ik nu ervaring rijker. Ietsje voorzichtiger, blijf zeggen, maar enthousiasme. Ja, de ene keer lukt het me, de andere keer niet. Maar ik weet wel dat enthousiasme is gevuld zijn van God. En als een ander dat niet kan omarmen, is het niet van mij. En het is ook dan niet voor mij. Ik moet alleen maar voor zorgen dat ik veilig en heilig blijf. En dat ik dan doorga. Ja, zoek al deze transities op. Dus maandag vandaag, dus Venus en Mercurius naar kreeft, lees erover. Donderdag. Gaat de zon naar de kreeft? Wat gaat er allemaal gebeuren in de kreeftenseizoen? Ga je checken. En zaterdag is de volle maan op de 2-2. Prachtig op de 6. Prachtig. Dus het wordt heel magisch. Dat voelt voor mij zo. Om even met de mama en papa van de dierenriem een gesprek aan te gaan. Net als dan de moeder, de dochter en de Heilige Geest. Of de vader, de zoon en de Heilige Geest. En dan in het midden te komen om je privé en je werk in balans te houden.
en te kunnen inzien dat het gaat zoals het gaat. Controle dus, loslaten. Ja, en alles is tijdelijk. Dat ik even verdrietig was, is tijdelijk en daarna komt het. Deal or no deal? Zullen we dat afspreken? Dan gaan we naar de kaarten. Vandaag heb ik dan voor de dieren gekozen. En de liefdeskaart, de magical oracle of the heart. En ik vind het altijd leuk. De onderste kaarten zijn voor mij heel belangrijk. Kijk eens, de tijd. Zie je, de zevende maand wordt het beter. Al deze maanden was het heel erg belangrijk om in te zien wie, wat, hoe, wanneer. Je hebt wel dat. Zodat je beter weet. And when you know better, you can do better. Yes, dat gaan we zo even dan trekken. De liefdeskaarten en de relaties. En voor algemeen privé heb ik dan de orakelkaarten. En kijk eens de kolibri. I love this one. Die gaat toch naar achteren, weet je nog. Maar die geeft aan, wees nu hier. In het hier en nu. Oh, de gier is eronder. Niks is verloren. Je hebt alleen maar les geleerd. Dat zeg ik toch? Ervaring rijker. Nog eentje. Weet wat je waard bent. Want als je dan door het donker gaat, dan zie je het. Heel mooi. Ik wil dan gelijk ook kijken bij de liefdeskaarten. Wat zijn de twee onderste kaarten? Harmonie is onderweg, maar dan moet je ervoor kiezen. Nee, ik zeg het en hier is de keus. En geloof me, vaak denken mensen, ik kom er steeds meer achter. Een keuze is links en rechts, maar is de drie eenheid. Je moet naar links kijken, dan is dat het donkere stuk. Je kijkt naar het licht en dat is het too much light. Hè? Dan heb je het licht tussen en dan kies je de middenweg. Daar sta je. En dat is de balans. Dus neem de middenweg, ondanks alles. Kies ervoor. Kies altijd ervoor om in het midden te staan, want beide zijn heilig, zowel het licht en het donker. Beide heb je nodig om op het verlichte pad te blijven. En vergeet die dankbaarheid niet, hè. En wees ook heel trots op jezelf dat je bent opgestaan na zoveel doen en laten. Zowel op je werk, privé, met je omgeving, de buren. Je kent het wel, je weet zelf waar je staat. Gaan we kloppen. 3, uit het hart. En dan gaan we schudden vandaag en morgen. Wat gaan de dieren tegen ons zeggen? De orakel van de dieren. Wat willen jullie ons laten weten voor alle kijkers? Oeh, er komt niet 1, 2, 3 uit. Ik voel nog heel veel angst als ik deze kaart. En ik voel ook heel veel intuning. En ik voel heel veel, is dat, ik noem dat zuigende energie. De parasieten, de vampiers. Die zijn allemaal denk ik door de mand aan het vallen. Want wij stijgen en dan weet je wie het is. Je krijgt die dromen te zien. Je hebt gesprekken, je hebt inzichten. Maar zoals ik al zei, vul jezelf met liefde. Die gaten in je aura, zodat mensen niet kunnen voor de deur staan of zo. Intunen, constant bij je checken. Social media, de stalkers willen zien wat je aan het doen bent. Vanuit dat stukje jaloezie, afgunst, je kent het wel. Ja, geen ruimte geven. En heb je er echt heel veel last van, blijf ik zeggen, koop zeepjes bij mij. Het is echt, echt, echt waar. En omarm de realiteit. Want kijk eens, we hebben gelijk de libellen, allemaal van die magische dieren. Kijk, een maastrichtig getal, 3-3. 23-32, toen we het ook zei. De waarheid overstijgt de illusie. Alleen maar liefde is echt, hè. Cursus in wonderen. Daar ben ik nu mee bezig, opnieuw. Van zoveel mogen zien, zo mij in het donker gezet, zulke gekke dromen gehad, om in te zien dat alleen maar liefde echt is. En toen kon ik mezelf bevrijden van dat stuk. Dus doe met me mee. De waarheid overstijgt de illusies. Toch mooi? Dat is een Venus en Mercurius naar Kreeft. Oké, woensdag, donderdag. En ik hoop dat jullie wel eens mag zien. Stel duidelijk je grenzen. Kijk, weer een 3. Alleluia, prijs de Heer. Zie je, de moeder, de dochter, de jungle, de vader, de zoon en de Heilige Geest. Want alleen maar liefde is echt. Stel je grenzen in liefde. Als iemand daar niet mee kan omgaan, is het niet van jou of voor jou. Maar wel jezelf beschermen voor dat energy die afkomt van de ander. Want als lichtwerker en een persoon staat, dan zet je ze ook in het licht. En wat komt uit? Donker. Super logisch, maar niet altijd leuk om te mogen ervaren. En dan gaan we naar het weekend. Dan komt de havik.
Een 9, 18. Laat de spirit je gids zijn. Tadaam, krachtdieren. Bij mij, mijn krachtdieren, hè, die nu met mij meereist, hè, is altijd zo geweest. Eigenlijk echt mijn, ze noemen dat, is dat dan, mijn krachtdier is een hert. Hè, daarom die ogen, zo, Bambi, shakend. Maar mijn totem die met mij meereist, is een aapje. Daarom ben ik zo'n slingeraap, zo druk, dingen, grapjes uithalen. En nou, ben jij een persoon die dan de havik heeft als krachtdier? Hier ben je. Vraag de dieren om begeleiding. En als jij ook dieren op straat tegenkomt, zoek het op, wat is de betekenis. Want ik heb al dagen dat vogels bij mij komen op de balkon, komen ze staan. Echt, het was magisch om mij te laten inzien en mij te helpen. En toen dacht ik, ja, ze helpen je echt op het moment dat je ervoor open zat. Toen ik nog even in de ongeloof zat, dan denk ik, nou. En nu dat ik steeds meer ga denken van, ah, ik ben ervaringrijker, het is echt. Het is geen illusie dat mensen dat bij je doen, omdat ze denken, hè, omdat ik mezelf zie als een kippie die een verhaal vertelt. Maar ik ben erachter gekomen, zoals veel vrienden. Ik heb ooit een coach die zei dat als jij een kip bent die gouden eieren legt, dat heb ik niet over nagedacht, dan kunnen mensen zich ook druk om maken. Hè? Zo net als die tekenfilm, dan zie je al die kippen en de haan. En dat mocht mij overkomen. En nee, jongens, weer een 3. Halleluja. En nou zegt de konijn, het is nu tijd voor geluk. Hoor je de bel? 12. Weer een 3. Zie je, de duiven kwamen allemaal bij mij op het balkon. Straal vrede uit. Wetend. Oh, kijk. En wees lief voor jezelf. Het blijft terugkomen. Blijf terugkomen. Kom, we gaan nog één keer de kaarten invoelen. Vandaag en morgen. Als jij soms niet altijd nog je intuïtie kan horen, of wat is de waarheid, of je bent constant nog op zoek of intunen bij de ander van die persoon heeft dit gezegd, maar ik voel dat. Je kan beter altijd op jezelf, nooit bij de ander, want je kan een ander nooit transformeren. Als jij verandert, verandert de zaak door je eigen waarheid in te zien, door terug te gaan en na te gaan van wat was jouw intentie in een communicatie, in je doen en laten, in het geven van heb je misschien een cadeautje gegeven en had je verwachtingen. Dat is heel belangrijk dat je nu vooral met Venus en Mercurius in kreeft gaat bekijken binnenin jou. Ja, helemaal tot daaronder, zoals mijn opa het zei, helemaal daaronder, dat je het bijna hier voelt. Dat je je eigen waarheid mag gaan zien. Want wat jouw waarheid is, is niet mijn waarheid. En wat mijn waarheid is, is niet altijd jouw waarheid. En dat is misschien ook heel bijzonder om te gaan snappen. Maar het is heel mooi als je dat kan omarmen. Dat is dan de realiteit. Dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Want dat is de hoogste waarheid. Dus als jij je eigen waarheid inziet door te gaan benoemen. Of dat je opnieuw in het licht gaat staan. Opnieuw in het waarheid. Zeg, oh, mijn intentie was eigenlijk dat ik nog steeds een verwachting had. Dan ben je teleurgesteld. En dan kun je ook thuis zitten en energie afgeven naar de ander. Wat misschien doe je het zelfs onbewust, want dit is ook heel belangrijk, dat je onbewuste beter leert kennen in maand juni, want het is bijna klaar, dat je dat ook steeds meer erover gaat lezen. Wat doet je onbewuste? Dat is zo belangrijk geweest de laatste afgelopen tijd. Ik heb een keertje, een vriendin van mij, die doet hypnose en alles. En het mooiste voorbeeld wat ze me mee mocht geven was, ken je dat als je in de auto zit, of ik zit dan in de metro, dat je dan voor je kijkt, ineens ben ik op een andere station, ik heb al die andere stations gemist. Of dat je in de auto zit, je bent zo ver, maar ineens ben je bij bestemming B. Maar daartussen heb je even niet gehad, omdat de onbewuste dat overneemt. Dus let ook op je onbewuste om de waarheid te mogen omarmen. Heel belangrijk, want het overstijgt everything. Maar het is jouw waarheid en de hoogste waarheid is dat we met z'n allen onze eigen waarheid leven. En dan zie je eruit als libellen. En zoek het op de krachtdier libellen. Als dat jouw krachtdier is, dan moet je ook weten dat dat is wat in jou leeft. Zoek het op. Heel leuk. Ja, woensdag, donderdag. Nog een keer duidelijk. Grenzen stellen. Prioriteiten. Bewaken. Soms is het ook gewoon niks zeggen als je je grenzen wil bewaken. Soms is het gewoon nada zeggen. Want juist als je dan wat zegt, dan komt er meer chaos. Dus soms is ook
grenzen bewaken in stilte. Dat krijg ik echt door. Misschien is dat het dat we moeten omdraaien. In plaats van heel veel te gaan melden wat onze grenzen zijn, het bewaken en alles, is het gewoon nog steeds de ja en nee. Wil je mee? Nee. En niet meer zoeken. Het voelt nee. Wil je mee? Ja. Dan ga je mee. Dan ook niet onderzoeken waarom. Dat is wat ik echt meekrijg. Even voelen. Dat is een grappig diertje. Meer heb ik je niet te melden. Het is toch een heel duidelijke zin. Maar ken jij je grenzen? Misschien is dat wat je nu nog mag leren eind juni. En misschien was dat wat de afgelopen 6 maanden is gebeurd. Dat je eigenlijk dacht dat dat je grens was, maar dat was het niet omdat je bent veranderd. Er is een nieuwe jij. In het verleden vond je het niet erg, maar nu, als je ook meer zelfliefde hebt, dat je denkt dat is wel erg. En dat je dan in gesprek gaat met iemand, maar in liefde, met de juiste woorden. En vanuit ik, van ik voel me zo als jij zo doet. Want het blijft zeggen dat beschuldigen is misschien ook de laatste tijden jij en jij, hij en dat, door dat, is niet de juiste reden. Het is alleen maar ja of nee, dat je dat kan voelen en dan de middenweg. Want anders komt de ambulance en de politie. Want ik hoor bij deze kaarten dat er heel veel discussies is geweest, vooral op werk. Vooral op je werk of tijdens werken. Of dat je probeert duidelijk te maken waarom en hoezo. En dat een ander het niet begrijpt. Omdat je misschien ook nog aan de andere dacht. En dan durfde je niks te zeggen. Of jij weet waar je in staat. Want ik zie een paar voorbeelden. Eentje ging te hard en eentje zei niks. Allemaal daartussen moet nog wat aan gewerkt worden. Maar ja, daar is de transitie nu voor. Om echt te gaan inzien wat je grenzen zijn. Zodat je alleen maar ja of nee kan zeggen. Dat je hoeft niet te strijden of te vechten. Om je grens te bewaken. Maar ik heb ook een keer geleerd, heel mooi. Als je ook je waarheid soms bij mensen zegt die dat niet willen inzien. Dan kies je ook voor oorlog. Hè? En soms hebben we oorlog nodig om naar het licht te reizen. Weer een 3. Dan maken we toch een 6. Kijk dan, 3, 6, 9. Wauw. De manifestatiecijfers. En dan hoger perspectief, hoger reizen, wegvliegen soms van een situatie, zodat je mag horen wat je voorouders je willen vertellen. Soms is het ook heel goed om heel lang alleen te zijn. Want daarom zeg ik heel vaak tegen mensen, als je alleen bent, ben je ook dichter bij God. Daar geloof ik in, dichter bij de bron. Dan ben je stil. Dan wordt het in je hersenen gegoten wat je doen en laten moet. En dat vraagt een weekend van jou met de volle maan. Met mama en papa erbij. Hè? De dierenriem, mama en papa. En dat je dan de balans mag vinden. De yin en de yang. Punt. En dat je weet dat het in de yin de donker is. En in de yang zit het licht. En dat het allemaal nodig is om hoger te mogen reizen. Om ook te mogen begeleid worden vanuit het hogere wereld. Ik roep altijd de Allerhoogste op om mij te helpen. En dan mag ik dingen zien. Het is niet altijd leuk, maar wel altijd heel goed om op te ruimen. Zodat je steeds... Want de reis is nooit af, hè? Je bent compleet, maar de reis is nooit af. Het is altijd meer, het is altijd groter, het is altijd meer. Daarachter en achter en aan de zijkant alles. Ik zeg altijd tegen mensen, niet vergeten de lift van de chocoladefabriek van Jack. Ja, die gaat alle kanten op om lessen te mogen leren. Of die andere lift van de teken, oh mijn god, dat Nederlandse. Is het pet van de pin van de pettenflat? Ik ben het nu even kwijt. Die jou precies brengt waar je moet zijn. In ieder geval om te leren inzien dat je wordt begeleid. En nog leuker... Het is tijd voor geluk, maar het is ook tijd om daarvoor te kiezen, om uit het donker te stappen. En dat is soms dan de omgeving. Want vaak als je ook met mensen omgaat, ga je alleen maar naar beneden. Maar als je dan ook met de juiste mensen zijn, die ook een droom hebben, die het begrijpen wat het betekent om een droom te hebben, dan stijg je, overstijg je ook de illusie. Hè, dan is het heel makkelijk om grenzen te stellen en het is ook heel makkelijk om boodschappen te ontvangen in je dromen. Bidden is ook heel belangrijk. Vraag God, de Allerhoogste, de bron om jou te helpen, om jou de kracht te geven, om je doelen te bereiken. Zonder oorlog.
al hebben ze het soms nodig. Ja? Nou, ik geloof dat de tijd de baas is. In de tussentijd zorg je voor jezelf. Ben je mama, papa, zorg je voor je kinderen. Want dat is de gelegenheid om niet aan jezelf te denken als je ouder bent. En dan valt het op zijn plek. Want ik ben heel erg benieuwd hoe het met de relaties gaat. Want iedereen heeft een bepaalde kernwaarde of dingen van elkaar gezien, als ik het goed zeg. En het gaat ook om je eigen waarde en zelfliefde. Dan wordt het makkelijker met grenzen aangeven, merk ik ook. Ik voel toch wel dat het publiek steeds meer van zichzelf is gaan leren houden. En dan gaan mensen iets anders aan je laten zien als je dan altijd, ja, altijd klaar stond of te lief bent, is ook niet van God. Let's go. Voor de single ones en voor de mensen die er openstaan voor een relatie. Ja. Het is tijd voor de healing en het is tijd voor veertjes, voor tekens. Hier staat ook, je moet je een lichtere hart, hè, lichter leven. Dus, en het heeft tijd nodig om die triggers, trauma's vanuit het verleden op te ruimen, zodat je ware liefde mag ontvangen. Je moet altijd de liefde zijn die jij wilt dat een ander jou geeft. En vooral de code van liefde is, van samenkomen, is wees 100, dan trek je iemand die ook 100 is. Als jij nog op de 75 bent met bepaalde lessen in liefde, zeg ik maar, dan trek je ook iemand aan en dan denk je dat de 25% bij de ander ligt. En dan moet je opnieuw de reis beginnen. En dan krijg je een bezwaard hart en dan is het de herhaling. En dan moeten we nog een keer kijken. Nou, ga alvast lichter leven door echt diep in jezelf te kijken. Tuurlijk zitten misschien ook nog van die dingetjes aan dat je misschien een leuke iemand had ontmoet. We hadden net over afgunst, dat jou mocht ook overkomen. Maar dat is de les dan die jij moest nemen om je hart te openen. Hou meer van jezelf, zodat je ook lichter mag leven, zodat je ook een lichtere persoon mag aantrekken, zodat je een mooie les, een mooie reis samen mag maken. Want ik geloof erin, als twee mensen, hè, door de bron, door de hoogste bij elkaar zetten, dan ga je samen ook de goddelijke dingen doen. Echt het goddelijke wat God ons voor geroepen heeft. Maar dat moet wel er zo uitzien. Dat je hart open staat en dat je licht mag bedenken. Dat je mensen snel kan vergeven, dat je dingen kan accepteren. Want accepteren is ook loslaten. En de totale vertrouwen hebben dat het voor jou een persoon daar is. Is diegene daar niet? Of ben jij daar nog niet? Dan klopt het. En als je iemand had ontmoet en het leek erop en het was niet zo, dan ben je beschermd. Onthoud het, dan ben je beschermd. Het gaat erom dat je eerst dit mag doen, zodat je de juiste mag aantrekken. Yes, voor degene die single of die openstaan. En dan gaan we naar de verliefdheid kijken, want het is altijd aangelinkt. Zeg ik, het moest een ervaring zijn. Ervaring rijker. Je moest iets afleren om jezelf niet te verliezen als je een ander ontmoet. En mensen die verliefd zijn, die zijn aan het daten. Wat is er aan de hand? Verdriet aan de onderkant ergens. Er was romantiek, maar het was ook charmers. Of je hebt nog een charmeur aangetrokken. Misschien zit die charmeur nog zelf in jou. Er is een bepaalde magie, maar dat moet ook vanuit het licht. Want ik zie dat hier romantiek was, maar was de intentie en de aantrekking en hoe hetgene binnen hebt gehaald. Heb je dat vanuit je hart gedaan of vanuit je hoofd? Dat hoor ik. En je mag charmant zijn, maar het moet allemaal vanuit liefde. Het mag allemaal vanuit liefde. Mensen van mij als zo, we got the magic. Ik geloof dat. Maar dan moet je het goed kunnen inzetten. En als mensen dat het hebben omgedraaid, want dit is wie jij bent. Je hebt de magie, romantisch. Maar als je dan nog bepaalde stukken in jouw leven niet hebt opgeruimd met mama of papa, de familieopstelling, dan moet je even soms nog terugkijken van, was ik dan verlicht of wat lichter toen ik het aantrok? En ben je hier nu dat je denkt, hey, ik sta er voor open, voor liefde, in liefde, dan komt het ook naar je toe.
Want na maand 7, want dit is de karmische jaren, eerst al dat karmische moest eruit, zodat je verder kan. En dit ziet er eigenlijk heel mooi uit, vind ik. Als je dan als single open staat voor liefde, bezig bent met de healing, is dit wat je mag ontvangen. Heeft iemand dit omgedraaid naar jou, die deed alsof en die had een toverstok, hè? En dan denk je, oh, niet vergeten, het hoeft niet altijd de waarheid, want de waarheid overstijgt de illusie. Dus beter kijken is niet naar de ander, maar naar jezelf. Want er zijn signalen, er zijn tekens, maar geloof je het? Dat had ik dus ook. In plaats van met ongeloof thuis zitten, nee, er waren signalen, maar omdat het nog die persoon is, of je kan het niet je voorstellen, dat is nog die les. En het komt goed. Want mensen van Mana's World zullen altijd elkaar vinden. Heel vaak is degene om je heen, maar jij bent nog niet in die 100. En dan duurt het even, want de passie gaat voor alles. Als jij een passie, een droom hebt, wanneer je het hebt geplant en neer hebt gezet met allemaal liefde, dan zegt ineens God en de cherubijnen en de engelen van liefde van is, kijk eens, hier heb je de partner die jou gaat verder helpen om hoger te reizen in die droom die je hebt. Want er zit nog verdriet in. Maar absolute liefde is hier. Maar de verdriet moet eruit. Anders trek je mensen aan, ook met verdriet. En ik denk dat dat nu wel een beetje klaar is. Ja, in de relatie. Hoe zit het in de relatie? Afwijzing voel ik hier. Want iedereen is aan het reizen. Ik voel niet een afwijzing dat het uit is. Maar een of de andere heeft de andere even gezegd, even niet. Omdat iets nog aan de hand is. Iets wat nog moet opgeruimd worden. Zodat je weer mag samenkomen. Dus de Venus in de kreeft is hier. Er is iets niet dat je je partner afwijst. Maar een actie. Of een daad. Van een van de partners. Klopt het nog niet. En dat wil je niet meer. Ruim op. Kijk dan gewoon weer terug. Zet je charmes erin. Vergeven en healen. En dan mag je gaan. Want alles is mogelijk, maar de harmonie is even zo. Maar er is iets wat er speelt, wat afgewezen moet worden. Of iets wat de relaties binnen is gekomen. Dat zeg ik, er was afgunst. En dat moet verbannen worden. Zodat mensen weer elkaar mogen vinden in de relatie. En eigenlijk, al ben je twee mensen die heel veel van elkaar houden. Je bent hem niet en hij is jou niet en zij. Je kent het wel, pony, pony, unicorn, unicorn. Ieder moet in 100 staan. Anders gaat de ander zeggen, ja, dit is niet van mij, is voor jou. Is jouw reis. Jij moet dat oplossen. Geef elkaar ook dan de ruimte om op te lossen. En dat is heel mooi. Want vanaf nu weet je dan ook je liefdestaal beter. Ga ik even nog eentje eruit gooien om te kijken naar de oplossing. Nadat dat is weggegaan, namens het zeggen, afwijzing. Kijk eens, bescherm je relatie. Dat is wat ik echt wel voel. Het speelt er ook als single. Dat je een mooi mens bent. Dat je leuke mensen aantrekt. Maar dat mensen jou in jouw omgeving misgunnen. En dan kan het fout lopen als je niet beschermd bent. Ook als je aan het daten bent. Dat je dan te enthousiast gaat vertellen. Ja, ik heb met haar of met hem gedate. En wordt geknipt. En in de relatie, als je het samen aan het opbouwen bent. Dat anderen die het niet hebben. Die het niet snappen waar het vandaan komen. Doen ook gek. Nou. Bescherm je relatie. En bescherm jezelf. En geloof in kaarsenmagie. En dan ga ik het ook gelijk vertellen. De volgende product die uitkomt is een kaars die ik heb gemaakt. Doordat ik ging voelen van wat het is. Dus het is ook een kaars om jezelf te beschermen. Of je huis, je omgeving, je liefdesleven. Dus morgen zie je het voor je. Voel je dit vooral in je relatie, dan zijn die kaarsen voor jou. En weet, ik maak altijd een aantal. Omdat niet iedereen het shopt, niet iedereen begrijpt het. Dus ben je een van diegenen die van die zoveel voorraad die ik in heb. Moet je zeker beschermen, ook als single, ook als je aan het daten bent. En vergeet niet, elke dag een kaarsje branden is zo mooi. Dat je een witte kaars aansteekt en dat je gaat wensen. Ik wens altijd innerlijk rust, vrede. En ik wens altijd dat het licht
in mijn huis mag blijven branden. In mij, in mijn familieleden, in mijn vrienden. Vooral van de mensen waar ik ontzettend veel van hou. Want we zijn nu met z'n allen op reis. En we zijn de donker aan het verbannen. Maar voordat we dat doen, moeten we mensen of situaties of plekken wat niet meer resoneert. Want wanneer het niet meer resoneert, krijg je van die energiebotsingen. En dat kan heel laag voelen. En als jij dan zelf nog triggers hebt en trauma's, dan doe je het zelf. Dan doet de ander het nog ineens meer. Oké? Net als bij mij. Ik zat nog met ongeloof, dus ik moest dat nog even opruimen. En zoals een vrouw het heel mooi tegen me zei. Mene, wees niet meer verbaasd, maar wees verwonderd dat de wereld zo draait. Want ik was helemaal verbaasd. Wees verwonderd. Ja, wanneer het je allemaal overkomt. Maar bescherm dat wat heilig is voor jou. Bescherm je hart, singles, door op te ruimen, door voor te gaan. En niet bang te zijn voor het donker. Niet bang te zijn voor de misgunners. Want die willen je stoppen, maar dat kan niet. En kijk eens, je hebt een toverstok. Je hebt een magie. Maar dan moet je je kunnen herinneren. En zoals ik zei, in een relatie. Bescherm ook moeder-kindrelatie. Al dat stukjes waar je het over, hè, alle relatiesoorten, want dat zie ik, twee zussen, twee broers, neven, nichten, alles wat met relatie, liefdesrelaties, zakelijke relaties. Het is niet een afwijzing, het is dat je het anders moet instappen. Eerst beschermd, eerst voorbidden, je kaarsjes aandoen en dan de next step. Hebben we afgesproken? Denk aan de kaars. Denk aan de begeleiders, aan de voorouders, aan de mensen, aan de hoogste. Denk aan jezelf. Doe je best, dan doet God de rest. Hebben wij een date? Denk aan de zeepjes. Morgen is de kaars er. Het is dan aan ons om voor liefde te kiezen. Onvoorwaardelijke liefde. Want de kreeft komt eraan en dat is de les. En de volle maan in steenbok, die is wat serieuzer. Dat is karmische, hè? Dat is ook van de Saturnus energie. Om je te helpen, om je te helpen dat uit je te halen. Vergeef jezelf als je ook dacht van, als je slachtoffer voelt, dat je de dader bent geweest. Vergeef jezelf. En vergeet niet, God vergeeft niemand die zichzelf nooit heeft vergeven. Hè? Want jij draagt het goddelijke. In het midden. Kies ervoor. Yes, tot gauw weer. Ik hoop dat ik snel kan komen, maar ik heb drukte. Ik heb dingetjes, maar voor nu ben ik er geweest en ik hoop dat je dan, stel je voor, als je een reading of een advies van mij nodig hebt, kijk mijn oude video's. Geloof me, vooral de tarotonthullingen. Maakt niet uit, al is het van 4-5 jaar geleden. Als je een kaart kiest, dan komt de antwoord naar je toe. Daar geloof ik heilig in. Yes, tot snel en hou van jezelf en wens innerlijk vrede en ga voor onvoorwaardelijk liefde voor jezelf. Hou van jezelf. Is de enige uitweg hier op aarde. Maar nu eerst de realiteit omarmen. Het is gebeurd. Het is gegaan zoals het gaat. Maar het wordt beter.